Het gaat om de Phoenixkerk, de Adelaarskerk, de Pelikaan en de Koepelkerk. Van de Sonwijkkerk bleven alleen nog de Gruttekerk, de Skerkel en de Open Hof iepen. Omdat het al leden het weer omrint, kunnen net alle gebouwen meer iepen houden worden. Bij de kar gaat het om 5 criteria, zoals als takkomstvisie en de spriering hoe de stad. De financiën spelen ook een rol. Dat is noodzakelijk. Ook een afweging is het kerkelijk beheer daarin. Want ja, dat levert het ene kerkgebouw levert meer op dan het ander. En heel belangrijk is ook de functionaliteit van de gebouwen. Hoe kun je een gemeente zijn? Het is opvallend dat de Open Hof iepen bleef. Eind 2008 stond die nog op de nominatie om sloop te worden. We hebben gewoon een nieuw besluit willen nemen. En de Open Hof is, is daar uiteindelijk nu uitgekomen, zei het, dat het wel helemaal wordt aangepast. Het wordt groter gemaakt. Achterstallig onderhoud wordt weggewerkt, groter gemaakt, een grotere kerkzaal. De lokalen worden opgeknapt, dus in die zin zullen de mensen zich vast beter thuis voelen. Leden verzetten hadden zich in de sluiting van de eigen kerk. Dat had net geholpen, maar het zware gewoon dat het haast 2 jaar het worden. Het gaat nog om een principebesluit van de kerkarier van de protestantse gemeente. Op 8 juni neemt hij definitief het besluit.